Ik richt mij vandaag even specifiek tot de oudere inwoners van de gemeente Gennep. We worden allemaal ernstig beperkt in de bewegingsruimte die we hebben. We ontmoeten veel minder mensen en kunnen allerlei gezellige dingen die we normaal doen, nu niet doen. Gelukkig zijn er allemaal mensen om ons heen die toch het contact willen houden. Die bellen, die via de computer contact hebben. En ook allerlei organisaties doen hun uiterste best om de oudere inwoners te helpen. En ik ben ze daar zeer erkentelijk voor. Een heel bijzonder initiatief wat nu genomen is, is dat er coaches zijn die er dagelijks voor zorgen dat we met z'n allen in beweging blijven. En ik zou u ook willen adviseren, als dat kan, om aan die bewegingsuitzendingen deel te nemen. Om daarnaar te kijken. We kunnen elkaar niet ontmoeten, maar gebruik maken van de apparatuur en de inspanningen van deze mensen, is dat opnieuw een poging te zorgen dat we in goede conditie blijven. Want we willen toch dat dit deze periode snel weer afgelopen is en dat dat onze conditie dan nog goed genoeg is. Naast de beweegcoaches en natuurlijk ook Gennep Nieuws wil ik graag ook de wijk- en dorpsondersteuners hartelijk danken voor alle pogingen die zij doen om te zorgen dat de contacten zoveel mogelijk in stand blijven en gerealiseerd worden. Ik hoop dat met deze extra mogelijkheid om samen weer in beweging te blijven, we ons goed voorbereiden op de periode die hopelijk snel volgt, de periode dat we weer gewoon naar buiten kunnen. Ik wens u met al deze initiatieven en met al die mensen om u heen, ondanks alles, toch een hele goede tijd. En blijf vooral gezond.